Welkom bij Spakenburg Nu, waarin we vandaag de volgende onderwerpen hebben. De Week van de Schildklier, Kampioenschap Spakenburg en Avondvierdaagse. Vorige week was elke dag een grote stoet wandelaars te zien in het dorp. De Avondvierdaagse werd gelopen. Ruim 1500 mensen deden mee en het was elke avond weer een feest. Vooral op de laatste avond, toen de burgemeester het defilé afnam. En wie sprak met hem? Jan de Graaf. Oké, meneer de Graaf, u gaat meedoen met de avondvierdaagse. Ja. Is dit voor u de eerste keer? Nee. Nee? Vertel eens. Heeft u vaker meegedaan? Ik denk van 3 keer. 3 keer. En waarom doet u mee? Nou, het is gezellig, hè? Ja. Ik ben even uit je hok vandaan, hè? Ja. Burgemeester, ja. Het defilé zit er weer op. Hoe was het voor u? Nou ja, het overrompelde me eigenlijk. Want het ging zo als een speer, een half uur achter elkaar door. En ik had me er een beetje op voorbereid dat iedereen, de kinderen, die zijn dan een beetje opgejut. Omdat het voor mij de laatste keer is om mij nog een high five of een box te geven. En toen dacht ik op een moment, denk ik van nou, nu voel ik het, is dat je als je met die armen steeds in beweging moet zijn. Maar ik had gelukkig nog net geen steun nodig. Ik heb het zelf gered. Het regende vanavond. Ja. Hoe reageren de mensen daarop? Ja, nou, het eerste punt is... degene die lopen hoor je nergens over. Want die zeggen, wij zijn niet van suiker en van een beetje water gaat er niks fout. Nou, voor het publiek wat hier stond, was wel leuk dat ze net die hele defilé konden meemaken toen het nog droog was. Ja, en mensen die langs de kant van de weg staan hebben vaak een parapluutje bij zich. En die redden zich, het is Nederland... Sommige mensen zeggen het mooiste land ter wereld, vind ik ook. Ja. Sommige mensen zeggen het mooiste land, maar het moest overdekt zijn. Nou ja, dat denk ik niet, want dan hebben we altijd weer ruzie of het dak open moet of dicht. Dus laat dat maar gewoon gebeuren. En de avondvierdaagse is dus niet van een spatje regen afhankelijk. We moeten wel eens aanpassen, maar dit jaar kon de hele tocht doorgaan. Hartstikke blij. Vorig jaar moest er echt aangepast worden. Ja, toen was er aangepast en een avond afgelast. Ja, een avond afgelast ook. En dat is echt wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ja. Nou hoor ik dat iedereen zegt, burgemeester, de laatste keer. Hè? Ja. Hoe is dat voor u? Ja, nou ja, kijk, aan de ene kant heel gewoon. Want het is voor mij een gewone avond, zoals in die afgelopen 18 of 17 keer met corona jaar eraf, dat ik daar heb gestaan.
En ik heb het met alle liefde gedaan en zo. Maar het is ook goed dat het een keer ophoudt. Of het nou 17 of 18 keer is. Of 25. Er komt altijd aan dingen komen een eind. Ja, en daar kan ik rekenen. Hè? En daar kan ik me heel goed mee verzongen. Ja. Ja, met nou. Die gedachten ook. Dus ik ben er niet met heimwee of emotioneel. Dat, misschien komen die momenten nog wel, maar ik heb het gewoon echt heel erg naar mijn zin. Maar aan alles komt een eind, zo ook aan deze gezelligheid. Elke dag waren organisatoren Ellemiek en Alice vooraan in de stoet te vinden op hun fietsen om de boel in de gaten te houden. Vooral de veiligheid is een zeer belangrijk aspect van deze dagen en daarom waren er ook vele verkeersregelaars. Na afloop sprak Emmy met Alice en Ellemiek. Lieve dames, hoe is het met jullie na de avondvierdaagse? Supergoed, we hebben het er heel gezellig gehad en het was... Weer een avondvierdaagse om op terug te kijken. Was toch? Ja, ja, nou ja, maar ik sta met verbazing te kijken hoe jullie dat doen. Tenminste, zo in de loop van de avonden. 4 avonden en jullie zijn overal en jullie doen alles. Hoe doe je dat? Ja, dat gaat vanzelf als je het leuk vindt. Ja, je blijft het leuk vinden. Als je het leuk vindt, dan is het geen opgave, hè? Dan is het gewoon gezellig. Ja, en jullie zijn een mooi team. Ja, we zijn een soort jut en jul. Ja. De ene keer het Alice de ding en de andere keer ik. En we vullen elkaar gewoon heel goed aan. Dus ja, gaat, maar dat is wel perfect, ja. Hè? Maar hoe lang zijn jullie daarmee bezig zo in de loop van de tijd? Nou... Vanaf januari al wel. Ja. Eigenlijk nu al, dat we weer plannen voor volgend jaar. Oh, en dan weer kijken van wat ging er anders, wat moeten we anders doen, waar moeten we nog een beetje bijspijkeren. Dus elke we vragen ook altijd aan onze vrijwilligers of ze nog verbeterpuntjes hebben. En dan kijken we, ja, soms zijn er punten, daar kan je weinig mee, ja. Maar soms wel. En dan... Jawel. Proberen we dat op te lossen. Jawel, ja. Zo met de verkeersleiding zal ik maar zeggen. Iedere keer zegt die dit en die dat. En daar reageren jullie op. Ja. Ja. Hoe waren de reacties deze keer? Want er waren natuurlijk wel een paar stevige buien ook weer. Ja, maar goed. Beetje regen. Regen zijn we niet bang. Ik had een hele leuke reactie van Dominic Karsten van Staveren. Die liep maar ook weet ik hem nog. Oh. don't wait to get the storm pass by. But learn to dance in the rain. Oh, dat is prachtig. Ja. Kijk, daar dus kunnen we allemaal van leren. Daar kunnen we wat mee. En danst hij zelf ook? Nou, vast wel. Ja. Kan niet anders. Denk ik ook. Helemaal fantastisch. Maar vorig jaar moest afgelast worden. En dit jaar niks. Nee, en gelukkig. Ik heb gemerkt dat de mensen het helemaal niet erg vinden, die regen. Nee, hoor. Ze stappen gewoon door. Precies. Ja. En het is heel fijn als we droog beginnen, dan ben je al op de helft. Ja. Ja. Dus we zijn droog begonnen. En als het dan onderweg begint te regenen, is het al veel minder erg dan dat je in de regen van huis er naartoe moet trekken. Ja, dat is heel anders. Maar pech gehad. Maar die verkleedpartij, Neon, ja. Ik heb er heel veel gezien. Heel nou, ik zag bijna niemand zonder Neon. Ja, dus, ja wat goed. Heel dat leuk, dat moet voor jullie ook heel leuk heel zijn. Leuk, heel nou leuk. Ja, wij zijn er volgende week bij volgend jaar bij Leven en Welzijn ook weer bij, want we vinden het geweldig. Hele compliment voor jullie. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. We zagen en hoorden er al heel veel over, maar toch willen we u nog één keer laten genieten van de vreugde die er was over het kampioenschap van de Blauwen. Vooral toen de burgemeester de beker overhandigde.
is kampioen! Alle blauwen, van harte gefeliciteerd met jullie geweldige club en dit kampioenschap. En we zijn als gemeente ontzettend trots op SV Spakenburg. Want dat is de club dat als het college van burgemeester en wethouders buiten het dorp komt, waar dan wordt gesproken bijvoorbeeld over de geweldige successen in het vorig seizoen in de bekercompetitie. Klasse wat toen is gepresteerd. En vandaag de kroon op het werk van zoveel mensen binnen de club die ervoor gezorgd hebben dat er vandaag feest gevierd kan worden voor een algemeen amateurkampioenschap. Daar mag zeker voor geklapt worden. Daar mag zeker feest voor gevierd worden. Want dat is ook ontzettend mooi. Dat het Spakenburg het nu gelukt is om voor de derde keer de ster te pakken. Algemeen amateurkampioen. De beste amateurvoetbalclub van Nederland. Dus ik zou zeggen, laat hem zien, de beker van het gemeentebestuur. Deze week is het de week van de schildklier. Schildklierklachten en schildklierproblemen zijn veel voorkomend. Jaarlijks hebben miljoenen mensen wereldwijd last van deze aandoening. Toch wordt de diagnose regelmatig laat of helemaal niet gesteld. En wie sprak daarover met dokter Ted van Essen. Dokter Ted van Essen, fijn dat u er weer bent. Het is de week van de schildklier. Ja. En dat is best een onbekend onderwerp. Ja, dat is apart. Hè? Er zijn wel 750.000 mensen die er last van hebben. Maar als je er geen last van hebt, dan merk je er eigenlijk helemaal niks van. En dan weet je ook niet waar die zit, want je ziet hem niet. Dus het is eigenlijk een beetje een onbekende klier. Pas als die gaat opspelen, omdat die niet goed werkt, krijg je er last van. Wat is nou precies de functie van de schildklier? Ja, hij houdt eigenlijk de hele stofwisseling op orde. En dat is best een heel ingewikkeld proces, want je hersenen doen mee, de hypothalamus, een stukje in je hersenen. En de pijnappelklier die eronder hangt en je schildklier die daar voor je strothoofd zit. En die zijn met elkaar in verbinding via hormonen die via het bloed worden vervoerd. Dus dat is een heel fijn systeem wat afstelt dat de stofwisseling precies goed is. Dus de cellen worden aangestuurd om te zorgen dat ze precies doen wat ze nodig moeten doen. Ja, dat komt heel precies, begrijp ik. Ja, want als het niet goed gaat, dan merk je dat. Alleen, het gaat vaak heel langzaam niet goed. Dat wil zeggen, hij gaat langzaam een beetje sneller werken. En dan kan het zijn dat je daardoor bijvoorbeeld je hart een beetje sneller gaat kloppen. Of dat je temperatuur niet goed op orde hebt, dus dat je wat zweterig wordt. Of dat je een beetje trillerig wordt, een beetje zenuwachtig. En dat ontstaat heel langzaam. En dan denk je niet gelijk van, hey, zou dat wat met mijn schildklier zijn? Andersom, als die te traag gaat werken, dan kan het zijn dat je een beetje traag voor jezelf wordt. Maar ook dat je hartslag wat lager wordt, dat je een beetje kouwelijk wordt. En dat zijn ook verschijnselen die langzaam ontstaan. En daardoor heb je het vaak niet zelf in de gaten. Nee, maar wat gaat er nou mis als de schildklier niet goed werkt? Nou, het opvallende is dat als je iemand een tijdje niet gezien hebt, dan herken je het vaak wel. Bijvoorbeeld bij een te trage schildklier krijg je heel pafferig gezicht. Oh. Maar ja, mensen die worden in de loop van de jaren wel eens wat zwaarder en dan wordt het gezicht ook wat voller. Dus dan merk je dat niet. En mensen krijgen soms een beetje een lagere stem, maar dat valt ook niet gelijk op. Maar ik weet nog wel dat ik een gegeven moment door de praktijk liep en er stond iemand voor de balie en die maakte een afspraak. Ik dacht van, jij hebt aan je schildklier. Oh ja. Want dat hoor je dan aan de stem. En die persoon had zelf helemaal niks aan de gaten. En die zei, hoezo, een beetje een lage stem krijg je dan, was een mevrouw. En dat is dan heel opvallend. En dat geldt ook als iemand heel anders eruit ziet, dat je denkt van, hé, die heeft een typisch
schildkliergezicht. Dat denkt u als arts? Als je iemand de tijd niet gezien hebt, is dat makkelijk. Als je iemand elke dag ziet, dan valt dat niet zo op, want iedereen verandert wel eens een beetje. Ja, waar kunnen mensen zelf op letten? Als je gewicht al maar toeneemt, zonder dat je nou echt heel duidelijk kan aanwijzen waarom. Hè? Wel, de meeste mensen weten wel van nou, ik heb een tijdje niet zoveel bewogen of een beetje te veel gegeten, dan word je zwaarder. Maar als dat zo vanzelf gaat, dan kan dat best zijn van een te traag werkende schildklier. Vaak krijg je dan ook een beetje dikke benen, waarbij je dan ook een putje erin kan drukken. En je krijgt dus die lage stem en zo'n typisch volle maans gezicht. Maar ook vocht, begrijp ik. Dat hou je dan vast ook, ja. Nou, dat is een signaal dat je zegt van nou, laat maar eens nakijken. En dat kun je aan het bloed heel goed zien hoor. Je kan de schildklierhormonen in je bloed meten. En dan zie je dus dat die te laag zijn en dan moet je daar wat aan gaan doen. Het kan ook zijn dat je inderdaad heel erg zweterig wordt, trillerig, hartkloppingen krijgt. Wat je helemaal niet snapt, terwijl je helemaal niet gestrest bent, je toch gestrest voelt. Dan kan dat een te snel werkende schildklier zijn. Dan krijg je soms ook wel lichamelijke verschijnselen die opvallen. Bij te snelle schildklier krijg je soms van die uitpuilende ogen. Hè? Inderdaad. Ja. De ziekte van Graves heet dat dan. En dat komt dan door vetophoping achter je oogbol. En dan gaan de ogen een beetje uitpuilen. Dat ontstaat ook langzaam. Maar dat is wel iets om aan de bel te trekken. Want als dat te lang duurt, dan kan het zicht toch wel ernstig gestoord raken. Oh, dus je moet er dan wel wat aan doen. Ja. Ja, nou wordt die diagnose eigenlijk heel vaak gemist. Wat is daar de reden van dan? Omdat het zo traag verloopt, gaan mensen niet zo snel naar de dokter. En de dokter denkt er misschien niet aan dat iemand zegt van nou, ik ben een beetje vermoeid. Ja, er kan wel zo veel dingen komen. Of ik voel me een beetje gestrest. Dat kan ook van alles zijn. Maar eigenlijk denken dokters er best vaak aan, omdat het zo eenvoudig is om erachter te komen. Als je denkt van nou, iemand is erg moe, ik moet toch eens eventjes bloed nakijken. Dan doe je al heel vaak zo'n schildkliertestje erbij. En dan is het eigenlijk vrij snel duidelijk of die te snel of te langzaam of normaal is. Wat raadt u mensen aan als zij dergelijke verschijnselen hebben? Nou, als je niet snapt waar het van komt, hè, als je niet een duidelijke verklaring hebt en het duurt maar, laat het dan gewoon nakijken. En dat geldt natuurlijk ook als je wat ziet aan je schildklier. Normaal zie je hem niet, hij zit hier, hè, maar er zijn mensen die een opgezette schildklier hebben. Struma, krop heet het ook wel. Dat komt in Nederland niet zoveel voor, maar in andere landen veel vaker, omdat daar soms te weinig jodium in de voeding zit. In Nederland stoppen we jodium in zout, hè, jozo, dus jodiumzout. Dat is speciaal omdat die hormonen die de schildklier maakt, die hebben jodium nodig. Als je te weinig jodium in de voeding hebt, dan gaat die schildklier harder werken, dus die wordt groter en dan krijg je daar ook een benauwd gevoel van. Dus als je dat ziet, dan is het ook een reden om naar te kijken, maar er zijn ook wel mensen die een bobbeltje in het schildklier voelen. Ik heb wel eens tegenover iemand gezeten. Ik zei van, wat heb je daar voor een bobbeltje? Die had het zelf helemaal niet in de gaten. Omdat het geen pijn doet en geen last geeft. En zo'n bobbeltje kan ook meestal goedaardig zijn. Maar het kan ook tot gevolg hebben dat daar te veel klierweefsel zit, waardoor de schildklier te snel gaat werken. En soms is er ook schildklierkanker. Dat bestaat ook. Dus bobbeltjes in de schildklier, die moeten altijd worden nagekeken. Ik denk dat we weer een heleboel geleerd hebben. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was Spakenburg Nu. Donderdag is er weer een nieuwe uitzending van Buitenspel. Vrijdag de huldiging van de Blauwe. Zaterdag de herhaling van Spakenburg Nu. En zondag is er Los op Zondag. Op alle Spakenburgse uren met christelijke liederen. Maandag uit de oude doos en dinsdag weer een vrij item. En dan zijn wij er weer op woensdag met een nieuwe aflevering van Spakenburg Nu. Nog een hele fijne dag. Dag! Thank you.